3 en wij gaan vandaag duiken. Het is nu 7:15, dus echt vroeg gewoon. We hadden de wekker gezet en over een half uurtje, of nee, over een kwartier al gaan we ontbijten. En om 9:00 komt er hier een bus ons ophalen. En dan gaan we op een boot, gaan we zeg maar de zee in. Gaan we de zee op en de zee in kan ook. De zee op en dan gaan we er later ergens stilstaan. Krijgen we een hele uitleg over duiken. En daarna gaan we het doen, dus het wordt heel erg vet. Ik zie er eigenlijk heel simpel uit vandaag. Gewoon dit blouseje met een broekje en slippers. Dus ja, ik hoop dat ik jullie een beetje kan meenemen. Want ik weet niet tot hoever ik kan filmen, aangezien we alleen maar in het water zijn. Maar dat zien we dan alweer. Kijk mee. De plek gekomen waar we uitleg krijgen over het duiken en we moeten even een video bekijken en daarna rijden we naar een plekje uitleg over de ja en dan krijgen we van die vinnen aan en het wordt allemaal best wel professioneel eigenlijk, dus we hebben er zin aan. Wauw. Hey. Ja. En we zijn weer terug in het hotel. Als eerst, sorry voor hoe ik eruit zie. We komen echt net uit de zee. Dus mijn haar is echt gewoon touw en ik ben make-uploos. En sorry daarvoor. En sorry dat ik echt niks heb kunnen filmen van het duiken. Maar dit kwam omdat we meteen al helemaal bepakt en al daarheen gingen. En er was, ja, je ging eigenlijk gewoon meteen het water in. En er was gewoon geen mogelijkheid om het zelf te kunnen filmen. Dus ja, een beetje jammer. Maar sorry daarvoor. Ik kan natuurlijk wel uitleggen hoe het was. Toen we daar aankwamen kregen we als eerst een film te zien over hoe alles werkt. Dus hoe je het beste er doorheen ademt. En als je bijvoorbeeld druk op je oren krijgt, hoe je dat wegkrijgt. En signalen onder water, want je kan natuurlijk niet praten. Dus bijvoorbeeld dit was dan dat het goed ging. Dit was dat je omhoog wilde, dit was dat je naar beneden wilde. Dat soort dingen. Dat was allemaal best wel leuk om te leren. Nou, toen uiteindelijk kregen we dus een tank om. We gingen dus echt letterlijk met een tank en alles naar beneden, wat ik echt niet had verwacht. Ik dacht, we gaan gewoon snorkelen of zo, maar schijnbaar was het dus echt even real. Het was echt heel zwaar. We moesten helemaal naar beneden lopen en die tank was echt zo zwaar, echt niet normaal. Maar goed, als je eenmaal in het water ligt, ben je natuurlijk hartstikke licht en voel je daar niks meer van. Ik heb ongeveer een kwartiertje, 20 minuutjes gesnorkeld. Ik ben er eerder uit gegaan dan wat anderen. Ik was trouwens niet enig, maar nog een paar andere jongetjes die ook eerder waren gestopt. Het is namelijk super zwaar en wat ik trouwens ook best jammer vind, maar ik ben iemand die heel slecht tegen druk kan op mijn hoofd. En dat is niet alleen onder water, maar ook in het vliegtuig en dat soort dingen. Ja, daar kan ik heel erg slecht tegen. Natuurlijk in het water heb je dat al heel snel. En wat ik ook heel vaak heb tijdens het zwemmen, is dat ik uiteindelijk heel erg veel last krijg in mijn borstkas. En dat ik dan het heel erg benauwd krijg. Zeg maar, het ademen doet dan serieus gewoon zeer. Ik weet ook niet waar dat precies aan ligt. Dus uiteindelijk werd het gewoon echt te zwaar voor me en moest ik ermee stoppen. Wat ik wel jammer vond, maar ja. Ik heb het in ieder geval wel gedaan. Ik vond het echt heel erg tof. En ja, ik bedoel, ik heb gewoon een keer die ervaring gehad. En ja, dat vond ik heel erg leuk. Nu zijn we dus lekker terug in het hotel. Even als aan het douchen. Ik ga ook zo douchen. We gaan even bijslapen, want het was zwaar. Dus dat hebben we wel even nodig. En zo gaan we eten in het hotel. En toen kwam even uit de douche. En daarna gaan we lekker uit. Dus dat wordt heel erg leuk. Dus ja, dat is onze dagplanning. En morgen gaat denk ik echt de vetste dag worden. We gaan namelijk als eerst naar Palma de Mallorca, geloof ik. Ja. Daar gaan we shoppen en gewoon daar een stadje bekijken. En dan in de avond naar een heel groot feest. Dus dat wordt allemaal heel erg leuk. Mijn outfit voor nu. Dit schattige leuke jurkje van Forever 21 en mijn slippers. Ik ga nu even naar beneden voor wifi, want dat heb ik hier niet op de kamer. Dus ik ga even lekker alleen in de lobby zitten. Ik verlaat je. Het is 5:00 of zo en we kunnen pas om 6:30 eten, dus het wordt even doorbikkelen. En we gaan waarschijnlijk na het eten naar de Burger King. Want je hebt hier wel eten, maar het is hier niet heel vullend. En we hebben ook kortingsbonnen van de Burger King gekregen. Dus. Of we gaan nu naar de Burger King. Ja, en gaan daarna hier nog wat eten. Ja, dat is het. Oké, dat is goed. En koekjes halen. Ik kan niet van mijn koekjes.
Let's go to the Burger King. En ik ben weer omgekleed voor no reason at all. Maar we gaan dus nu naar de Burger King en we gaan boodschappen doen voor koekjes. Yeah. En het is alweer op. Oh. En we zijn in de supermarkt. En het is hier nog aardig groot ook, dus dat is wel heel chill. Ja, dat is inderdaad lekker. Maxi shop. Is het koekje 4,40? Ja. Holy shit, dat is duur. Ik lijk altijd te dik. Ja. Net echt zo heel dun zo. En Eva. En we zijn terug. We hebben wat koekjes gekocht en water. Want we hebben altijd echt heel erg dorst overdag. Dus dat is wel fijn als je dat hebt. En we hebben awesome shirts gekocht die Eva nu gaat showen. Oh. Doe alsof het een shoplog is. Nou, dit is een zwart shirt die ik heb gekocht bij een rare Arabier. En er staat een All-Star teken op met Mallorca. En daar hangt een kaartje aan. En vannachter is een show. En hij was 10 euro en is van mij. Nou, deze hebben we voor Lynette's papa gekocht. Het is een Homer Simpsons en ze vindt het leuk omdat hij dik is. Het is een... Pap, love you! Het is een L en we hebben hem ook gekocht bij een gekke Arabier. Deze heb ik gekocht. Hij is wit met zwarte letters. En hij is hier zo aan de zijkant laag, dus dan moet je er een bandeau op onder doen. Want hij schijnt een beetje door. Het is echt een white girl ding. En er staat op, what happens in Mallorca stays in Mallorca. En hij is aan de achterkant langer dan aan de voorkant. Dat zeg ik echt altijd. Ja, dat is stom. Oh wacht, nee, ik eindig hem leuk. We liggen nu in bed. We willen proberen te slapen, maar ik weet niet of ik het hoor. Maar er staan dus heel veel Duitsers in de gang en... Geloof het of niet, maar dit gaat vaak elke avond zo van 2 tot 4 door of zo. Dan zijn ze vaak helemaal bezopen en dan gaan ze met deuren slaan en op deuren bonken en heel hard praten zoals je hoort. Dus ja, dat is behoorlijk vervelend. Dat is wel echt een nadeel aan dit hotel. Het is super luidruchtig. Maar goed, ja, slaap zit er voor mij nu niet in. Ik ga gewoon even chillen. En ik hoop dat ze snel aan mond houden. We liggen op bed, we slapen niet door. Dat kunnen we niet door de herrie buiten. We hebben trouwens vrienden gemaakt. Yay! Het was zo grappig. Gemaakt. Ik kwam met 2 meisjes tegen, wilden gaan pinnen, maar de pinautomaat deed het niet. Dus we gaan helemaal samen met hun 2 een pinautomaat zoeken. En toen liep dat meisje opeens zo, oh my god, die heet de winkel Eva. Dus ik echt zo, heeft Eva zich gewoon voorgesteld of zo. Zei ze van, want ik heet Eva. En wij echt zo, oh my god, wij hebben ook een Eva. Ik ben Eva! Dat was echt super grappig. We hebben dadelijk helemaal een pinautomaat met hun gezocht en ze geholpen en zo. En dat was wel leuk, want hun waren hier de eerste dag. Dus gingen we helemaal zo als expert. Ja, je moet echt daarheen, daarheen. Terwijl we hier ook echt pas 3 dagen zijn of zo. Maar dat was echt leuk. Heel feestje daar. Ik ga even vragen of ze hem harder willen zetten, ja? In Duits, hè? Hoe zeg je dat? Kansi. Zet het harder. Zet die muziek louder. Hada, hada, harder. Geen idee. Can you put it up? Wie er sinds Eva en Annette? Wie geest? Ik heb Eva. Oh nee. Mijn naam is Eva. Mijn naam is. En ik like de muziek. Kans doe. Vandaag waren er wat Fransen met ons mee met het duiken. En toen gingen we echt zo helemaal proberen om Frans te praten. Je m'appelle net als je habite à... Je habite à Lamsterdam. Nee, je habite à Pays-Bas. Pays-Bas? À Hollandia. À Hollandia. Manana, manana. Weet je, wij gaan gewoon een box pakken en echt ziek worden muziek draaien. En hun gewoon vol overtreffen. Yeah. En ze hebben echt van die kut Duitse muziek opzetten, weet je wel. Nee, man. Ik wil nog niet. Ik wil nog een beetje dansen. We can bring it on the floor. Never dance like this.
Oké, okay, wij gaan nog even door en I don't know wanneer we gaan, we zien wel. Maar het is fun. Zit aan de water. Ja, en Fristy. Doei mam. Het is nu 12:30 en we zijn even terug omdat we kaartjes hebben. Ik heb het hik, sorry. Oké, kaartjes hebben gekocht voor een of ander wit feest. We gaan ons nu even snel omkleden zodat we wit zijn. Jij bent al wit. We gaan er dus helemaal heen lopen. Het is best wel ver. Maar daarna, ja, we krijgen dus daar allemaal drank en weet ik het wat. Het schijnt heel erg leuk te zijn. Dus we gaan er nu heen. Dus wordt fun. Wordt fun. Fun. Fijker strikken. Eva heeft haar nieuwe hemdje aan met een bandeau. En dit is het topje die ik aan heb met een wit hemdje onder. Dus ik ben wel wit genoeg. Dus, let's go. Film mij. En we zijn terug in het hotel. Het is 3:00 geweest. Het feest was heel erg vet, het was echt leuk. Super gaaf. Ja, het was echt gaaf. De club was heel erg groot en leuke mensen ontmoeten. Het was gewoon heel leuk. We hebben een gratis zonnebril gekregen die echt kapot lelijk is. En een of ander shirt. Sorry, ik heb weer dik. Het is echt dodelijk irritant. Iets met Denemarken, Duitsland. Het is fucking lelijk. 2012 staat er. Wauw. Dat is leuk. En hier staat de naam op van de club waar we waren. Dus ja, het is niet heel erg bijzonder. Het is best wel een lelijk shirt. Maar goed, we hebben hem gratis gekregen, dus whatever. Wij gaan nu lekker slapen. Ik ben echt kapot gewoon. We gaan morgen lekker uitslapen. En natuurlijk in de avond hebben we dat grote feest tot 4:00 s'nachts. Dus het wordt twee avonden vol feesten eigenlijk. Dus het wordt wel even doorbikkelen. Maar het wordt natuurlijk wel heel erg tof. Ik hoop dat jullie deze vlog leuk vonden. Slaap lekker en tot morgen. Doei doei.